Mijn naam is Eva Ruimakers en superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op dit kanaal. Een aantal weken terug hebben jullie kunnen zien hoe je eigen logo kunt animeren in Photoshop. Maar ik heb ook een vraag gekregen of ik het kan laten zien hoe je dit doet in Sony Vegas. Nou, ik zal het vandaag laten zien en ik ga niet werken in Sony Vegas, maar in Sony Movie Studio. Dus heb je zin in? Doe dan vast je blauw duimpje ook en wij beginnen met de video. Zoals ik jullie net heb verteld, zal ik jullie dus laten zien hoe je eigen logo kunt gaan animeren in Sony Vegas. Nou, ik ga dat doen in Movie Studio, niet in Vegas zelf. Simpelweg omdat het in beide software werkt. En zo kan ik laten zien dat je dit in alle versies kunt gaan maken. En zo kan ik laten zien dat het in alle versies mogelijk is om te maken. Zoals je ziet heb ik hier al mijn logo geïmporteerd. En ik kan die heel simpel ingedrukt houden en op de tijdlijn slepen. Nou, als ik dan mijn cursor in midden inzet, zien we aan de rechterzijde al de preview. En zie je mijn logo al verschijnen. Nou, ik heb één klein probleempje. Het is een zwarte achtergrond en mijn logo heeft ook een zwarte achtergrond. Dus ik zal hier nog even een witte laag onder moeten gaan brengen. Daarvoor gaan we naar Media. En gaan we naar Solid Color. Die slepen heel simpel, maar ook gewoon eronder. Dan gaat hij een venster openen en vraagt hij welke kleur we eigenlijk willen. Dat wil ik gewoon wit. Ik kan het weglaten. En kijk, je ziet het hier al gebeuren. Nou, dit is eigenlijk een heel makkelijke basic dus al. Wat we dan gaan doen, is dat we naar de animatie zelf gaan. We klikken het logo aan, of de laag van het logo. En gaan die onder naar Pen en Crop. Nou, vervolgens gaat een nieuw venster openen. En in dit venster kunnen we eigenlijk allerlei settings gaan opgeven. Als eerste wil ik het logo ietsjes kleiner hebben, omdat het iets te veel in beeld staat. Nou, daarvoor ga ik naar een hoekje toe. Dat kan één van de hoeken zijn. En klik de Alt en de Ctrl in van mijn toetsenbord. Of Alt en Shift. En vervolgens sleep ik hem langzaam naar buiten. Dan zul je eigenlijk aan de rechterzijde al zien dat het logo kleiner wordt. Dat doe ik net zo lang tot ik het gewenste formaat heb. Ik vind dit wel mooi. Ja, dit vind ik mooi. En wat hij dan gaat doen, is dat hij hier onderaan in de tijdlijn nog wat extra dingen opgeven. Dan ziet hij onderaan de tijdlijn al. En net als bij Photoshop werkt hij niet met secondes, maar met frames. Dus ik ga op 10 frames staan. Wat ik zo meteen wil eigenlijk, dat bij 10 frames hier is. En als hij begint, is hij nog uit beeld. Dus we gaan frame nummer 1. En dan sleep ik heel makkelijk gewoon het logo uit beeld. Als we nu gaan slepen, zullen we zien dat we het logo eigenlijk zowel naar boven, links en rechts kunnen slepen. Maar ik wil hem eigenlijk recht hebben. Wat gaan we doen? Even Ctrl-Z om terug te hebben. Dan zien we aan de linkerzijde van ons, zien we hier ja, een pijltje staan, eigenlijk 4 pijltjes. Als we dat 1 keer op klikken, kunnen we van links naar rechts gaan. 2 keer van boven naar beneden. En 3 keer dan staat hij weer terug. Dus ik klik er een keer op en ga het venster van het logo afhalen. Als we dan langzaam de tijdlijn gaan afspelen, zullen we wel zien. Het logo komt langzaam in. Tot wat hij eigenlijk is. Nou, we gaan dus kijken hoe dat eruit ziet. Dus ik klik hier op het kruisje. We gaan even hier vooraan staan en gaan kijken wat er gebeurt. Nou, als ik hem afspeel, dat kunnen we langzaam doen met frame voor frame hier. Nou, als ik hem ingedrukt, dan zie je al, het logo komt eraan. En het is in beeld. Maar we zagen één ding gebeuren. Als ik even terug ga, een klein stukje. Nou, even kijken, waar was het? Oh, dat is te ver. Dan zien we dat het logo niet vanaf de zijkant komt, maar eigenlijk in het midden in komt. Dit heeft ermee te maken met de aspect ratio. Oftewel, hoe staat de afbeelding ingesteld? Kan ik laten zien, is een beetje lastig misschien. Klik op de afbeelding. We zien namelijk dat dit namelijk een vierkante afbeelding is. Maar zoals je weet werken wij op tv niet met een vierkant scherm, maar met een langwerpingsscherm. We kunnen heel makkelijk gaan veranderen. Om dit kleine vinkje te drukken. En vervolgens gaan we naar 16 bij 9 wide angle. Dan gaan we even keyframe weghalen, die hebben we even niet nodig. Dan gaan we deze even zetten naar 16 bij 9. Dan zien we eigenlijk wat er gebeurt en ook weer kun je de preview gaan bekijken. Dan gaan we hetzelfde doen, Alt Shift ingedrukt houden en slepen we naar buiten tot ons logo goed in beeld vinden staan. Nou, ik vind dit wel mooi. Ja. Dan gaan we op 10 frames staan. We kunnen met de tijdlijn spelen, maar we kunnen het hier ook gewoon intypen. 10. En zetten we een keyframe neer. Dit is onze eindpositie. Vervolgens gaan we naar de beginpositie toe. En wil ik weer dat de logo inkomt. Ik sleep die weer naar buiten. Als we nu gaan kijken naar de preview. Dan gaan we langzaam frame voor frame klikken. Zul ik zien dat de logo vanaf de rechterzijde inkomt. Naar het midden gaat. Wat ik nu eigenlijk wil. Net als bij Photoshop. Is dat die inkomt. En een beetje terugbouncen. Dus hij komt en hij bounce weer een beetje terug. Dat kunnen we eigenlijk heel makkelijk doen
Klik weer op het snijvakje. En dan gaan we bij de tijdlijn iets verder inzoomen. Zo. En dan gaan we het keyframe van 10 frames gaan we even terugzetten naar 8 frames. Dus dan gaan we een nieuwe keyframe plaatsen. 8 frames. En zetten we op enter. Dan gaan we een klein beetje uitzoomen. En wat we dus nu moeten gaan doen, is hem te ver doorslepen. Als we gaan kijken hoe het staat. Hij komt namelijk vanaf zo langzaam in. En hier, bij 8 moet hij uiteindelijk al te ver zijn. Dus wat gaan we doen? We zetten hem te ver. Nou, dit is het midden. Even hier neer. Als we hem langzaam weer afspelen hier, zul je zien dat er uiteindelijk dit gebeurt. Hij komt in. En vervolgens gaat hij aan het einde iets te ver. En dan schiet hij weer vervolgens terug naar het midden. Ah, het is een beetje lastig te zien omdat het schokkerig gaat. Maar dat komt omdat ik mee aan het opnemen ben. Maar ik denk dat ik het hier wel goed kan laten zien. Druk weer keyframe in. Oh, dat was te snel. Dan gaan we frame voor frame afspelen. Hij gaat erin komen. Dan gaat hij iets te ver door zo meteen. En dan komt hij weer terug. Leuk effect natuurlijk. Wat hij dan wil gaan doen, is dat als hij staat, staat hij eventjes 10 frames. En vervolgens zoomt hij in. En dan gaat hij eindelijk blucht hij uit. Dan gaan ze weer timeframe openen. En we gaan naar de 20 frames toe. Dus typen 20 in. En zetten daar een keyframe neer. En nu wil ik eigenlijk dat hij in 5 frames, dus in totaal 25 frames vanaf het begin, dan helemaal naar schermvullend groot wordt. Dus we gaan hem even uitzoomen. Doen we weer de Alt en Shift ingedrukt en slepen we het bakje helemaal naar binnen. Nou, met het scrollwieltje kun je in- en uitzoomen. Dus ik ga hem eigenlijk helemaal klein zetten. Totdat hij eigenlijk niet meer kleiner kan. Dus zet hem een klein beetje verder. Zo. Nou, als we hem gaan afspelen, dan zullen we zien dat hij een tijdje stilstaat. Dus ik kan gewoon even verder klikken. Oh. En het ging al goed. En je ziet hem langzaam dadelijk naar voren komen. Hij komt. En uiteindelijk zul je zien dat het beeld automatisch zwart wordt. Dit is het einde. En dan mag je ook gaan stoppen. Dus we gaan naartoe en tikken heel simpel op de S. En met de S doen we eigenlijk allebei de frames weghalen. Dan wil ik een kleine verder aan toevoegen aan het einde. Van 5 frames. Dan zien we uiteindelijk dit. Hij zoomt langzaam in. Even kijken, waar komt hij? Hij komt. En hij verdwijnt ook gelijk. Nou, zou je hier een ander beeld onder gaan zetten, bijvoorbeeld een video, kun je een heel mooie overgang hebben. En als je hier volgens een ander beeld onder zet, kun je een hele mooie overgang krijgen van het ene naar het ander. Wat we ook kunnen gaan doen, is dat het logo niet in komt schuiven, maar in komt rollen. Dan klikken we op de keyframe. En gaan we naar het allereerste keyframe toe. Dat is eigenlijk wanneer we buiten beeld staan. Ik zal een beetje uitzoomen, dan kun je het goed zien. Buiten beeld. En dan ga ik hier aan de rechterzijde naar de angle toe. En bij de angle kunnen we eigenlijk aangeven hoe staat ons logo. Ik ga even min 360 invullen. Oftewel, hij staat op zijn kop. Kijk dat hij hem opslaat. Ja. En dan gaan we weer naar terug. Nou, als we dan gaan afspelen, frame voor frame. Zien we dat hij daar inkomt. Vanaf onder. En zo zie je dat je op een heel makkelijke manier zelf een logo kunt gaan maken. Ik zal een tweede variant laten zien. Dan gaan we even bij de laag kopiëren. Ja, ik ga even aan de zijkant bijzetten. Ja, we gaan even een nieuwe source doen. Oftewel, we maken even een kopietje aan. Wat ik nu eigenlijk wil, is dat het logo en het witte vlak van boven naar beneden inkomen. En dan komt hij pas naar voren. Daarvoor gaan we als eerste het witte gedeelte animeren. Dus we klikken op de pencrop tool. En vervolgens gaan we op 5 frames staan. Vind ik even een mooie. Nee, pak 10 frames. 10 frames. En zet hem neer. En bij het begin staat hij helemaal bovenaan. Dus we slepen hem naar beneden. Klinkt misschien een beetje vreemd. Dat als je naar boven wil, dat je naar beneden moet slepen. Maar eigenlijk, iets waar de F staat, dat is hetgene wat de bezoeker ziet. Of eigenlijk de kijker. Zo zul ik zien, als ik hem nu ga inschuiven. Zul je zien dat hij van boven naar beneden komt. Nou, vervolgens gaan we ook nog deze animeren. Nou, hij draait nu natuurlijk in de grond, want dat wil ik niet. Dus we gaan even het keyframen. Want we hadden op min 360 zetten we even weer naar 0 toe. Oftewel, ik wil dat hij recht staat.
dan wil ik dat ons logo niet van de zijkant in komt, maar van boven naar beneden. Maar we kopiëren even het goede keyframe, het laatste keyframe. En zet ik op deze twee plekken ook neer. Zo. En vervolgens klikken we op de eerste keyframe. En ook bij daarbij gaan we helemaal naar beneden zetten. Zo. Bij het tweede keyframe zetten we iets te ver, dat hij eigenlijk te ver is doorgeschoten. Zo. En bij het laatste staat hij gewoon perfect eigenlijk. Nou, wat gaan we dan krijgen als we hem langzaam afspelen? Ik zal even een kleine verder inzetten. Van 5. En hier ook van 5. En als we vervolgens frame voor frame gaan afspelen, zien we ook dat het witte en het logo naar beneden toe komt. Zowel het logo nog niet helemaal goed staat. Het logo schiet een stukje te ver door naar beneden en komt vervolgens langzaam weer omhoog. Dan blijft hij even staan. En vervolgens wordt hij weer groot, zoals we net ook zagen. Maar wat je ook kunt gaan doen bijvoorbeeld, is dat je ook deze kunt laten draaien. En nu wil ik dat hij niet het hele beeld indraait, maar gewoon recht naar beneden valt. Dan verklikken we weer even aan. Wat we als eerste gaan doen, is dat we de aspect ratio weer even naar vierkant gaan zetten. Dat geeft het mooiste effect. Klik op het eerste keyframe en zet hem weer even op default. Dan gaan we hem naar beneden verplaatsen, want daar begon hij tenslotte. Deze moet ook op default staan. En die is een stukje te ver doorgeschoten, dus die staat zo. En de eerste, die mogen we op default laten staan. Nu wil ik dat hij, als hij begint, op min 360 graden staat. Dus op zijn kop. En dan kunnen we ook zien als we langs gaan afspelen. Dan komt hij naar binnen. En het beeld draait. Dan gaan we even testen hoe dat eruit ziet. Ik zet hem even hier neer. Dan gaan we frame voor frame afspelen. Je ziet dat het logo nog niet netjes binnenkomt. Dat kunnen we zo gaan aanpassen. Het logo draait nu op een hele gekke manier om zijn eigen as heen. Dat kunnen we eigenlijk heel makkelijk aanpassen door in het midden te gaan staan. Muis ingedrukt te houden en naar boven of beneden te slepen. Dan zie je dat we eigenlijk dit punt kunnen gaan verleggen. Ik ga hem even in het midden zetten. En dan even kijken wat er dan gebeurt. Ik ga hem even afspelen. Je ziet hij draait nu mooi naar beneden. En vervolgens zet hij hem neer. Nou, hij is nu wel wat te groot natuurlijk. Maar dat kunnen we nog gaan aanpassen door weer de expect ratio. Wat een lastig woord. Om die weer ietsjes groter of ietsjes kleiner te maken. Ik ga hem even iets groter zetten. En deze ga ik in het midden houden. Nou, bij dit punt maken we hem ook iets groter. En ook daar zal hij in het midden staan. En ook bij deze laatste is hij weer een beetje te groot. Dan gaan we even voor het laatste afspelen. We zien dat hij in komt vallen. En tijdens het vallen draait hij eigenlijk mooi door. En komt hij helemaal beneden uit. Met het witte venster eigenlijk. Bounce is verder door. Blijft hij staan. En vervolgens wordt hij groot. Eerst klein. En dan wordt hij groot. En dan verdwijnt hij. Nou, dit is een hele makkelijke manier om even snel een intro te maken. En als je nog iets spectaculairder wil gaan maken, zou je bijvoorbeeld een drop shadow aan kunnen gaan geven. Dat doe je heel makkelijk door hieronder naar add effecten gaan. Vervolgens gaat hij een venster openen. Het kan soms even duren. En dan zien we hier staan drop shadow. Klik hem aan. En vervolgens kunnen we hier eigenlijk onze instellingen aan veranderen. Ik heb een standaard al. En die heet facecam. Dat gebruik ik eigenlijk heel vaak. En die heeft een mooi subtiel randje hier aan de onderkant. Dus dan krijg je net iets meer effect in je logo. Nou, dit was even een korte video. Omdat je zelf je eigen logo kunt gaan animeren. Niet alleen in Photoshop, maar ook in Sony Vegas of Sony Movie Studio. Ik hoop dat het niet te snel ging voor jullie. Mocht nou het snel gaan, laat dan zeker je vragen hier onderaan de reactie achter. Vond je een leuke video? Doe toen dat blauw duimpje omhoog. Weet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je nieuw was. En zie ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Tot de volgende keer.